Hi. Hey. Allemaal, bij ons allemaal onderdoor. Mukken, gas geven. Yeah. Hey. Ben je niet laag slaap met het zwembad in het water? Ja. Oh my god. We zijn nu welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben je met mijn maatjes en we maken lol. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Ik ben hier samen met mijn maatjes en we maken lol. I like your cutie. Ik vind dit raar om te zien, omdat je zo vaak met sokken draagt. I like your dick. Goed. Myron, je bent er ook weer bij. Yay. Raak er niet aan vandaag. Hey Myron, hi koningin. Kan ik wat drinken voor je inschenken? Ik heb mijn jerrycan met water. Dat is raar als iemand dat zegt. Ja, wil je wat drinken? Ik heb mijn jerrycan met water. Wil je wat drinken? Ik heb mijn jerrycan met water. Mooi joh. Oké, wil je jerrycan met water dan? Ik wil eigenlijk wel een challenge introduceren. En dan moeten mensen mij taggen op Instagram als ze het kunnen. Dat is. Apart van elkaar schil kijken. En krijg je straks alleen maar van die filmpjes in je feed. Dat mensen dat aan proberen zijn. Laat maar zien dan. Wow. Zo, je ogen los van elkaar bewegen. En hoe noemen we de challenge? De chameleon challenge? Ja. De chameleon doe de chameleon. Hashtag doe de chameleon. En Damien is er ook bij. Maatje, hoe gaat het? Goed. Ik heb gisteren verloren van darten met Damien. Helemaal nice. In ieder geval, ik wil even Damien voorstellen aan Maatje van mij. Ik denk dat ik ook al weet. Ik denk dat ik een vermoeden heb. Maar hij kan niet nooit zo snel als eentje hier krijgen. Wacht, hij gaat het nu hoor. Ja, oké. Wow. Meisje van, ik wil niet stout geweest. Waarom is je stout geweest? Omdat Maatje mij geen hallo zegt. Hij heeft zijn badjas niet goed dicht gedaan. En hij zei ook geen goeiemorgen. Dus dan moet ik Maatje even wakker maken. Da, 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 da. Ja, ik is wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker slapen? Ja, jij? Ja. I like your cut, G. Lekker wafeltje eten. Ik zie je in de spiegel. Verdomme. Ik dacht, ik ga je laten schrikken. Jammer. Hi. Hey. Lekker wafeltje? Wafel. Wow. Ja. Zo maar meteen in zijn nek zo. Ja? New move. En je hebt zo'n scherpe teennagels dat je dan zo die keel doorsnijdt. Ik knip ze in de punt. Wat? Wat zei je tegen mij? Altijd heeft hij pijn. Dan heeft hij een eentje. Oh, Lies. Altijd. Hij ging net alsof hij dacht dat hij is. Zo goed. Yo. Nee. Nee. Eet dan! Eet dan op! Lijkt een katje. Klaar nu. Nu word ik bang. Nee. Nee. Wow, this is a special one.
Gras. Ik vind het raar ook wel. Ik heb tranen in mijn ogen, ik kijk naar mijn hele man. Waar is de vlog? Hij twijfelt echt of die vlog komt en heeft vandaag. Dus het is echt een zekerheid. Ja! Oh. Maar het is zelf nog moeilijker. Moeilijk, ja. Oké, ik heb me eventjes lekker gedoucht en het is zulk lekker weer. Het is niet normaal. Kijk nou eens eventjes dat zonnetje hier naar binnen schijnen. Oh, heerlijk. Echt heel erg nice. We gaan sowieso nog naar buiten, maar eerst laat ik mijn afstandsbediening vallen. Oh my god, ik ben zo onhandig bezig. Oh ja, en trouwens, dat is wel even belangrijk om te zeggen. Alle stunts die ik zojuist heb gedaan, zijn uitgevoerd door een professional. Doe dit thuis niet na. En alles wat ik doe, is uit zelfverdediging. Ik zal nooit iemand uit mezelf aanvallen. Oké, dat is wel even handig om erbij te zeggen. Myron, je ziet er weer zo knap uit. Niet normaal. Thijs ook, toch? Thijs ook. Hey, Thijsie. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben nog even oudjes aan het testen. Ja, maar oudjes testen. Dit is het goede moment om oudjes te testen. Want kunnen jullie nog herinneren dat wij kleren hebben besteld online? Thijs en ik hebben outfits besteld voor Myron. Myron en ik hebben outfits besteld voor Thijs. Oh ja, dat is perfect. Want dus ik moet mijn oudje nog kiezen van de dag. Dus die zijn binnengekomen. Dus laten we dat even doen. Ja, ik denk dat jij het even daar moet neerleggen. En dat wij dan kunnen kijken ofzo. Ja, want ik heb voor de rest niks. Het is gewoon puur voor Myron en voor Thijsie. Dus zal ik het even allemaal op tafel leggen? Ja, is goed. Oké, hier hebben we het. Kabam en kabam. Ik heb hier alles. We hebben voor elk persoon 100 euro. Dus 100 euro voor Thijs, 100 euro voor Myron. En jullie moeten alles sowieso even passen. Deze is voor Myron. Ja, kerst, hè? Hebben jullie een beetje out of the box gedacht? Of hebben jullie een beetje mijn stijl gedaan? We hebben een paar dingen gekozen waarvan we dachten van, nee, dit vindt Myron sowieso vet. En een paar dingen dat we dachten, we moeten even checken. Dit is echt vet. Dit was een oversized t-shirt. Wel cool, toch? Ja, dit is echt cool. Angel. Nou, meteen even aandoen. Nice. Mooi oversized shirt. Omdraaien. Oh, meteen eens komen in beeld ook. Ja, heel nice. Ik vind hem echt vet. Hij staat echt goed. Sick, heel sick. Deze is voor Thijsie. Dit is echt zo'n Thijsbroekie. Dit is wel echt een Thijsbroekie. Ja, hè? Wat staat erop? Los Angeles. Bro, I'm gonna try to shit on right now. Als hij enthousiast is, gaat hij als de Engels praten. Hij is wel een beetje groot, maar hij vindt het zo lekker. Ja, ik vind hem wel nice hoor. Het is gewoon lekker zo'n chillbroekje. Je moet hem even in de spiegel kijken, want ik heb hem eigenlijk zelf niet gekeken. Kan je niet... Het is wel nice hoor. Nee, dit is wel goeie. Dit is gewoon een keer iets anders, want normaal zijn mijn broekjes het zo. Ja, en nu gewoon weer wat langer. Ja, toch? Lekker. Je moet niet je shirt erbij doen. Ja, kijk dan, wat voor lekker broekje. Ja, dan is echt top. Hij zit echt heel lekker. Nice man, ziet er goed uit. Even checken, wat hebben we hier? Ik denk dat dit voor Myron is, eerlijk gezegd. Oh, nee, zeg. Ja, dit is sowieso voor Myron. Ja, dit is een setje. Dit is een setje. Ja, dat is zo'n two-piece. Ja, dus dat is deze en deze. Ja, die lijkt me heel nice. En dan mag Thijsie deze aandoen. Zijn broek. Dat zie ik je zo. Oh, en dan mag je meteen deze erbij aandoen. Hey! Let's go! Ja, deze echt. Dit is echt geniaal dat je dit shit hebt besteld. Oké, ik ben zo terug met deze outfit. Zijn jullie ready? Oké, daar komen de twee modellen weer aan. Wow! Oh my god! Wow! Wow! Jeetje, Mina. Kijk, Bart, Buk. Hey Thijs, je stilt show man, wat doe je? Wat doe je bro? Hey, maar eerlijk, ik hoorde dat je zei dat die broek te groot was. Ja. Maar dit is niet. Hij is een oversized fitje. Ik vind het ook wel mee. Maar hey, ik heb iets leuks man. Net op. Bro, ruik deze. Ruik deze is gewoon. Wat? Bro, dit is ruiken. De onderkant. Ja, dit is... Heb je dit niet? Ja, ik heb in een schoenenwinkel gewerkt, ik weet hoe het ruikt. Nou, dit is gewoon nieuw. Dit is wel echt 3 keer zo erg. Dit is gewoon nieuw, nou, hoor. Laat Demi dus ruiken dan. Dit ruikt gewoon naar nieuw. Nee. Gewoon naar onderkant of bovenkant? Gewoon dit sowieso. Het is gewoon rubber wat je ruikt. Zie je? Dat bedoel ik. Ja, nee, maar ik vind het op zich niet verkeerd. Ik dacht wel, man. Maar ruik je? Maar het is dus gewoon een nieuwe geur. Ja, dat is gewoon een nieuwe geur. Dat is echt pure fabriekgeur. Het is gewoon echt fresh. Dit, gewoon. Ja. Maar heerlijk. Hij zit er helemaal met zijn teen overheen. Heerlijk. Wel oud, hè? Ja, man. Zeker.
En Maiwen, wat zie jij eruit? Jeetje, Mina. Even een rondje. Echt niet normaal. Zou ik nu op mijn knieën gaan of zou ik dat later doen? Ging hier ook besteld of niet? Nee. Oké. Okay. Nice, schat. Echt super mooi. Alleen de bovenkant schijnt wel een beetje door. Ja, dat dacht ik dus al. Ja, maar dat rok je niet verder hoor. Maar die is echt nice. En dat stofje? Ja, lekker stofje. Wow, probeer dat maar eens te verbeteren. Wow. Damn. Ik vind het een geslaagd outfitje. Nu heb ik nog iets wat keihard is. En ik heb net aan Damien laten zien. Het is voor Thijsie. En Damien zei, ja, dat gaat Thijs sowieso keihard vinden. Besef maar eens even dit t-shirt wat we hebben besteld voor jou. Holy shit. Ja. Ja, dit is keihard. Dit is mijn stilo. Ja, Damien kent mij, dus hij wist dat ik die af te vinden. Yep. En dan hebben we ook nog deze erbij. Maar lees wat eronder staat. Oh, deze echt zo. I'm looking for happiness and happiness will be with me. Ja man, deze echt lief. Maar wat is dit? Is dit een ketting? Dit is een armbandje. Oh, die gaat die echt hard vinden. Dus als jij deze meeneemt en als jij die meeneemt, dan heb ik voor Myron heb ik ook iets. Myron, voor jou heb ik een ketting, die mag je omdoen. En ik heb deze, die mag je omdoen. Omdoen? Aandoen. Ja, om je nek, nee, gewoon aandoen. Huh? Oh, is een jurk. Hey. Oké, okay, die weer weg. Tot zo. Ik heb 2 super goede modelletjes ingehuurd voor vandaag. Ongelooflijk. Ik heb hier nog een paar dingetjes liggen. Laten we even kijken. Oh, deze is voor Myron nog. Die is zo vet. Die is echt keihard. Oké, modelletjes, zijn jullie klaar? Ja. Daar komen ze weer. Zet de muziek maar aan. Wauw, zo mooi. Die split is echt heel erg. Die split aan de zijkant, aan de linkerkant. Kijk waar die open staat. Je moet eigenlijk een beetje zo. Oh, Thijs. Ja, die is wel echt vet. Ja man, en je armbandje dan? Ja, super raar. Deze is ook vet man. Ja, die is echt die is mooi. Goed hè? Ja, die is nice man. Ziet ik wist niet dat jullie ook sieraden hadden. Maar ik heb nog iets wat je hier dan ook wel bij kan dragen, want dat is extra cool. Dat heb ik hieronder liggen. Het zijn allemaal kettingen. Ja. Damn, deze zijn keihard. Weet je nog dat ik tegen de armbandje zei? Ik zei van, als er zo'n armbandje is met zoiets wat uitsteekt. Ook deze. Zo'n hangertje. Ja, zo'n hangertje. Ding vind ik zo vet. Nou, doe die er nog maar even bij aan. Oh, en heb ik voor je andere pols, heb ik deze nog. Kijk. Ja, voel je uit dan niet. Woe! Ja, bosbesjes. Dit noem ik bosbesjes. Bosbesjes. Let's go, bit, guys. Maar ik vind het super, super mooi, schat. Ja, is die split niet te erg. Nee, dat hoort zo blijkbaar. Ik bedoel, het is wel jouw maat. Maar ik heb wel dikkere benen dan normaal, hè? Voor mijn gevoel is het normaal. Ja, maar jij vindt dat je hele dikke benen hebt, maar ik vind het super mooi. Ik heb jou dit nog nooit zien dragen. Nee. Ik vind het echt super mooi. Ik heb dat kettingje ook. Ja, die is wel mooi. Die is super mooi. Oh, hij moet alleen andersom. Oh, kan ja, zelf ook. Ja, hij moet alleen andersom. Hij moet zeg maar zo. Oh ja. Ja, want dan zie je zo'n mooi vlindertje hier. Maar weet je wat ik altijd heb met dit soort dingen? Ik weet dat mensen dan in de reacties nu gaan zeggen van, hey, je moet blij zijn met je lichaam en dan ben ik op 100%. Maar als ik dan zoiets aan heb, dan accentueer je het echt ziek erg. En ik vind het mooi aan mezelf, maar dan heb ik altijd een beetje het gevoel dat ik het juist opzoek of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vind het gewoon super mooi. Ja, leren broek bijvoorbeeld heb ik ook lang niet gedragen. Omdat ik dacht van ja, als ik dat dan draag en ik heb er gewoon een dikke kont, zeg maar, dan denken mensen dat ik dat juist wil laten zien of zo. Misschien is dat een rare opmerking, maar dat heb ik een beetje. Ja, nee, ik heb dat ook met mijn sixpack, weet je wel. Als ik dan, kijk, ik heb ook zo liever dat ik het niet film, weet je wel. Maar soms dan heb ik gewoon van die poses dat ik denk van ja, kan het gewoon niet laten. En dan komt het gewoon naar voren, weet je wel. Nee, weet je wat het is? Dan maar snap gewoon, je dat? Dan moet je schijten. Ja, dat is ook echt zo. Ja, nee, kijk, weet je wel, het belangrijkste is dat als je iets aan hebt, dat je daar gewoon lekker in voelt. Ja, en als jij denkt van, mijn been is te bloot. Als je dat de hele dag hebt. Nee, maar met bloot heb ik dat niet. Dan moet je dat sowieso niet aantrekken. Maar ik weet 1 ding zeker. Ik vind het echt super fire. Ik vind het ontzettend mooi. Ik vind je echt prachtig. Echt waar. Serieus. Mwah. Helemaal picobello. Maar je moet jezelf ook goed in voelen. Als je er goed in voelt, rock hem als een bazin. En als je er niet goed in voelt, dan... Nee, ik ga sowieso niet aandoen een keer hoor. Nee, je moet echt zelf wetenschap, maar ik vind het super mooi. Ja. En je kan het hebben, want je hebt echt een prachtig lichaam. Dus yes, dan heb ik nog iets voor jou. En dat is deze. Dit is een wat chiller outfit. Oeh, nice. Yes, dat is ook een soort van two-piece. Ja, vet. Dus een broekje met een soort van hempje. Dat is weer iets heel anders. Let's go. No pictures, no pictures. Wait, wait, we got an artist, wait. We got an artist. No pictures, no pictures. Wait, wait, wait. Are you ready? Yes, sir. One and only, Thijsie! Wee-ho! 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 Hey, hey!
Boy, yo. It's rubber tights, you know, I got the eyes on me. Ja, wow, eerlijk, dit staat wel echt supergoed hoor. Ik lijkt ook net te rappen. Deze vind ik zo wacht. Ja, deze zijn echt nice. Erin. Ja. Deze vind ik ook nice, maar ik zou ze niet alle drie tegelijk dragen. Ik zou ze denk ik afwisselen. Ja? Maar ik vind het echt keihard hoor. En deze ook, zo die combinatie met de chain. Ja, ik vind het echt nice hoor. Om deze brillen maar. Rappertje. Ja, ik vind het keihard hoor. Ja, het is wel hard. Moet ik even een modeshowtje lopen? Ja. Die is goed. Die vind ik misschien wel. Oké, daar komt Myron weer aan. Wow, super nice. Echt super vet. Ja? Ja, echt super vet. Deze zit een beetje strak. Wel echt heel nice. Het is nu nog een beetje te koud buiten hiervoor. Ja, klopt. Maar dan heb je alvast een beetje een zomeroutfitje. Ja, die broek kan ik wel aan. Die broek zit echt perfect. Super nice, schat. Ja, echt cool. Echt heel erg mooi. Nice, ik heb nog wat voor jou. We hebben voor Thijs niks meer. Het is gewoon zo dat mannen zijn gewoon over het algemeen aan kleren wat meer kwijt dan vrouwen. Als je dit aankijkt op bijvoorbeeld jongensbroekjes of leggings of wat dan ook. Dus voor Thijs zijn we klaar. Maar, happy with the drip? Geslaagd gewoon, geslaagd. Ja? En we wonen natuurlijk ook dan. Nice. Appreciate. Hebben wij goed uitgekozen voor Thijs. Nice. En wij voor... Nee, huh? Er was nog een ding voor Thijs. Oh, dan is dat nog niet binnengekomen. Weet je wat? Oh, ja, inderdaad. We hadden nog een keiharde jas voor jou besteld. Dat was het duurste item. Daarvoor hebben we twee items geskipt om die jas te kunnen kopen. Ja. Ja, dus maar die moeten dus nog komen, blijkbaar. Oh, nog een verrassing dan. Ja, we dachten dat we alles al hadden, want we hebben dit al een paar dagen liggen en er is niks meer binnengekomen. Maar er komt dus nog meer en die laten we later wel zien in de vlog. Maar ik heb voor mij nog een paar dingetjes. Dus wil je dit allemaal zo meenemen? Oh, deze kan je nu wel aandoen. Opdoen. Damn, ja, Myron. Dan moet je haren voor los hebben. Ja, dan moet je haren los voor hebben. Dat is mijn knotje hier zo. Ja, je knotje heb je aan de achterkant. Maar dat is wel geniaal hoor, zo'n hoedje toch? Ja, deze is wel mooi. Als je haren los hebt, is het sowieso mooier. Ja, nice. Vind je het goed als ik jou dit gewoon nog meegeef zo? Oké. Okay. Dat jij gewoon binnenkomt lopen straks weer? Met alles tegelijk aan. Doe maar één voor één, oké? Okay? Wow! Yeah. Myron! Ik zie me nooit meer. Nee. Goede schoenen erbij. Ja, oh my god. Ik heb het echt goed geregeld, hè? Oh my god. Ja, ik heb het echt mooi. Ik heb het echt goed voor elkaar. Je moet een andere. Myron, wegwezen! Is te mooi, wegwezen. Myron. Boy, yo, die was smooth, boy. Oké, volgende. Wow, hele mooie broek. Echt hele mooie broek. En dat groene is ook nieuw. Ja. Dat matcht ook nog goed. Het kan wel bij elkaar. Ja, dat kan nog bij elkaar ook. Spacend een beetje. Ja, die broek is echt spacend. Ik vind het echt bizar dat alles past. Ja, dat hebben we echt ziek uitgekozen, hè? Ja, want normaal gesproken, ik kom natuurlijk volgens mij een beetje uit China of zo. Dan als je mijn eigen maat bestelt, dan is het meestal te klein. Ik vind het super nice, schat. Nou, is het goed? Niet normaal. Nice, volgende. Super nice. Ja, deze heb ik gewoon besteld als sportbroekje. Ja, het is gewoon lekker rekstofje. Ja, toch? Super nice. Nou, mooi zo. En die legging? Oh, of dat was deze. Oh, ik dacht dat we deze ook in het lang hadden. Maar deze hadden we alleen in het kort dan. Nou, dan helemaal geslaagd. Volgens mij was dat alles. Ja, ik doe sowieso iets aan wat ik gekregen heb vandaag. Juist. Jij ook? Just like me, man. Of course. Nice. Super nice. Dan hebben we het goed gedaan. We hebben Thijs en ik het goed gedaan. Myron en ik goed gedaan. Allemaal blij. En de reden waarom ik zelf geen outfitje heb laten uitkiezen door Myron en Thijs is omdat ik gewoon zei... Alsjeblieft, schat. Ja. Is omdat ik zei van, joh, jullie hebben zelf nu allebei keiharde outfitjes, maar dat is voor mij echt niet nodig. Ik vind het hartstikke lief. Jullie hoeven het echt niet te doen, want ik heb al zoveel kleren, dus laten we het gewoon hierbij. Dus ik gun het ze zwaar, Thijs en Myron, allebei een nieuw fresh outfitje. En dat voor allebei maar 100 euro, hè. En dan komt er ook nog een jas aan voor Thijs. Echt bizar. Oké, dames en heren, check eens even wat we meenemen. De Lamborghini Urus. Ik ga zelf weer op de motor. En dit wordt een leuk ritje. Dit gaat zo geniaal worden met deze auto. Dat is echt niet normaal. En het is sowieso wel geinig dat we nu gewoon serieus een Urus in een Urus gaan knallen. Oh, dit wordt wat. Kijk eens even met de afstandsbediening. Zo geniaal. Dat is echt top. Ja, het is echt geniaal. Dus eigenlijk, deze week wordt je auto gerapt. Eigenlijk moeten we hem dan, als de auto af is, deze erbij zetten ook. Voor de foto. Ja, dat is wel geniaal. Dan ga jij daarin zitten. Ja. Tadaa. Het past, dames en heren. Tenminste, als het goed is. Yes? Yay. Hoppakee. Daar gaat Myron met de auto. En daar staat mijn motor weer. Wauw. Ja, dit wordt er zo gruwelijk. Zoveel zin in.
Ja. Dit is Fanta Black, dat meest zwarte wat er bestaat. Dat is bizar, hè? Dat is niet normaal. Ja, dit is de zwartste kleur die er bestaat. Zwarter dan dit is er niet. Ja, er is er maar één van in Nederland, dat is deze. Echt fucking. Besef dat we gewoon deze nu tegenkomen. Zo. Dat is de enige in Nederland, wat de heck. Het is toch een soort van gekke glitch of zo, dit? Echt uniek, man. What the fuck? Zo bizar! Oké, nogmaals, ik ben helemaal perplex, want dat is dus serieus, zegt de man hemzelf van wie de auto is, de enige in Nederland die deze Raptor op heeft, deze kleur. Het is het meest zwarte wat er bestaat. En het bizarre is dat Lil Uzi Vert, die rapper, die heeft serieus een Urus helemaal met dat erop zitten, geloof ik. En ik heb er zelf ook aan gedacht en ik wilde het super graag hebben, maar het is zo ontzettend exclusief. En volgens mij is het ook best duur. Daar hangt een groot prijskaartje aan. Dus wat dat betreft, laat ik het toch maar gaan. En ga ik het niet op mijn auto doen. Maar ik heb er serieus over nagedacht. Hoe ziek is dat? Als je dat op de Urus zou hebben. Gewoon de meest zwarte kleur wat er bestaat. Hallo! Geniet van het weer! Helemaal vrolijk, helemaal zwaaien. Ja, heerlijk. Zo'n Volkswagen met een dakje open. Genieten. We gaan even lekker broodje eten. Even lekker yoghurtje. Kijk eens even, heerlijk. Het waait wel hard trouwens. Dus dat merk ik ook op de motor heel erg. Maar het is zo nice. Ik zal even de motor nog laten zien zo nu die hier staat. Kijk hoe nice. Ik heb er ook gedacht om een keer mijn motor te gaan rappen in iets, maar moet je kijken hoe gruwelijk die is. Er hoeft helemaal geen aanpassing bij te komen of zo. Ik bedoel, de velgen zijn super mooi blauw. Ik heb de banden heb ik ooit een keertje met stift. Dat heb ik in het midden heb ik gekleurd. Dat heb ik iets van vorig jaar geloof ik gedaan. En voor de rest hier een zieke Akrapovic onder gezet. Gruwelijk. Hij is gewoon af. Zijn we dan in Amsterdam? Yes! Yay! Yay. Wel een mooie stad, hè, Amsterdam? Ja, maar wij zeiden net, we zouden niet willen wonen. Nee, ik ook niet, maar ik vind het wel een mooie stad om doorheen te gaan. Ja, dat geloof ik wel. De motor nog vetter. Ja, dat is echt super vet hoor. Hey, Benny, met je! Oh, mijn bril viel naar beneden. Toen, nu. Ja. Zo, wat deze oordopjes zijn zo goed. Ja? Ik hoor echt bijna geen... Ja, nu, wow. Dat is echt ziek hoor. Ik hoor echt bijna niks met die dingen in. Het is aan de ene kant wel heel fijn, maar aan de andere kant ook weer, ik weet niet, niet zo chill of zo. Nee. Maar het is wel veel beter voor je gehoor. Nou goed, in ieder geval, ik ga hier mijn nieuwe camera ophalen. Super nice. Ja. Yeah. Die kon ik ophalen in Amsterdam. Dus nice. Werkt ze, hè? Ja, later. Jongetje. Hey. Vertel. Maatje. Ik heb hem! Nieuwe content! Hey, let's go! Oké, dames en heren, ik heb hier dus de Sony, de body alleen. De Sony A7S III. Dit ding is zo ziek. Shoutout naar Sony, dankjewel. En vanaf, ik denk morgen, ga ik alle vlogs brengen in 4K. Let's go! Boom! Boom! In 4K. En weet je wat echt super, super, super lief was? Die man waar ik net mee op de foto ging voor zijn kinderen. Die zei zo van, Enzo, wat ben je aan het doen? Dus ik zeg, wat dan? Hij zegt, je helm, je motor. Je bent in Amsterdam, hè? Dus ik zeg, ja, dat weet ik. Hij zegt, je bent in Amsterdam. Ik zeg, ja, mag je niet komen met de motor? Nee, maar je helm ligt op die auto. Je bent in Amsterdam, hè? Zo weg. Ik zeg, die auto is ook van mij. Oh! Omdat ik mijn helm op de auto had gezet. Hey, maar dat is toch love? Dat is echt love, ja. Ah, ja, hij denkt er gewoon aan. Hij zei, helm, man, je bent in Amsterdam. Die is zo weg. Komt goed. Wel super lief. Maar dit ding is echt niet normaal. Oh, hij zit wel goed beschermd, hè, man. Eens kijken of je niet gescamd bent. Ja, gescamd door zo. Dan kunnen we nu nog terug. Wat denk je zelf? Dat weet ik niet. Check deze beauty. Yo, baby. Gierlijk, hoor. Jeez. En kijk dan, het schermpje, normaal gesproken, en nu? Wow! Wat niet! Ja man, bro, dit is gewoon een wow, vlogkamer. Eindelijk! Wow, dit is ziek! Kijk dan, besef gewoon dit schermpje. Damn! Wow, dit is wel echt een zieke upgrade, oprecht. Altijd, voor de mensen die het niet weten, altijd als ik film, doe ik het op de gok. Ik film mezelf zo, en dat schermpje, ik zie nooit wat ik film. Ik film altijd op de gok. Nu, boom. Daarom, dit is gewoon een upgrade van wat ik nu heb, plus dat schermpje erbij. Nou, insane. En je hebt ook allemaal van die knopjes hier die je kan indrukken. Normaal gesproken kan je deze zeg maar altijd draaien. Als ik nu hem lok, druk ik het knopje in en dan kan je hem niet meer draaien. Mooi joh, dan kan hij niet meer per ongeluk veranderen. Precies, want soms
films. Net zoals deze. Je kan namelijk een functie gebruiken en dan kan je een slow motion film. Maar dan neemt hij geen audio op. Dus als je nu van scène wil veranderen, druk je het knopje in en dan schuif je. Zodat je nooit hem kan veranderen. Want per ongeluk had ik hem wel eens uit mijn tas. Kwam dit ergens langs. Plus deze. Draaien ze allebei draaien ze om. En dan film je in slow motion terwijl je aan het praten bent. Ja, dat kan natuurlijk niet. Oh shit. Oh my god. Ik zag hem. Mijn helm. Wat gebeurt er allemaal? Fight hard, hé. Oh my god, dat papiertje ben ik kwijt. Sorry. Hoeveel papiertje was dat? Die waaide in één keer keihard weg. Oké, goed. Ik ga deze nu nog even zo laten. Doe ik hem even terug in de doos. Maar het is in ieder geval een zieke upgrade. Yo, ik weet nooit hoe je die doosjes weer terug doet. Nee, altijd een gedoe. Zoiets of zo. Hoppakee. Nou, kom maar hier met dat ding. Oké. Dan zetten we hem fijn. Kijk hoe ik hem weer... Gaas. Oké, okay, maakt niet uit. Laten we gaan naar Zeewolde. Yeah. Let's go! Let's go! Whee! Chillen met maatje. Hey. Hey maatje. Echt lief hondje. Oké, ik heb mijn motor hier neergezet en laten we even naar binnen gaan. Even hallo zeggen. Kijk, hier staat de tegenstander, dames en heren. De kleine Lambo, de performante. Daar gaan we tegen racen. De roze tegen de groene. Laten we eerst even gedag zeggen hier binnen. Hallo. Maatje. Maatje sluier moet verschoond worden. Maatje sluier moet verschoond worden. Ik vind het niet hier. Je wel een beetje naar poep, ja. Ruik jij dat ook, Milana? Nee? Niks. Ruik jij niks? Nee, komt omdat jij ook poep op je voorhoofd hebt. Echt wel, zal ik dit voor je weghalen? Nee. Hey, Gio. Yo, toen ik hier de eerste keer kwam, vonden ze het helemaal cool als ik kwam. Dan was het, oh my god, Enzo Knol, wow, kijk Enzo. Nu kom ik hier, jongen, je zegt ineens hallo. Hoi. Oh, ja. Nou, we hebben een nieuwe, hè, Gio. Want jij bent mijn maatje. I like your cut, G. Nee, Gio kan oei oei oei. Ja, maar jij bent de echte G, want jij bent de G van Giovanni. Maar jij kan niet oei oei oei. Iedereen kent hem. Besef dan gewoon. Oei oei oei. Maar jij kan hem niet. Nee, Gio kan hem beter dan ik. Oei oei oei. Wauw, ik moet drinken hebben. Dit is wel echt heel erg ziek, hoor. Want kijk, dit is de snoepla. En normaal gesproken dan pak ik een lekker snoepje. Maar nu... Pam pam pam. Er zit daar gewoon een muizenval hier zo in het hoekje. Doe daar eens je vinger op? Nee. Wow, wat doe je? Gast, nu moeten we hem weer opnieuw zetten. Oh, dat kan jij gewoon. Pas op voor je vingers, hè. Hij moet wel goed blijven zitten. Ja, je hebt hem weer. Oh, dat vond je spannend, hè? Oké, want er ligt ook een dode muis buiten. Het schijnt dus zo te zijn dat boven deze spotjes hier allemaal muizen lopen. En die zitten nu gewoon te graaien overal. Er zitten ook allemaal gaten in die zakken chips en zo, omdat ze zo zitten te pikken daarop. Dus straks gaan ze in de nacht zo bij jou zo... Nee. Lekker Gio's oortje. Je liep al eerst bij papa en mama in bed. Serieus? Vorig jaar was dat. Oh, ja, dat is niet chill. Dus ze hebben nu overal muizenvallen neergezet en zo. We wachten heel even op mijn maatje, want mijn maatje die krijgt een schone luier. Maatje! Maatje, waar ben je? Milana gaat hem stoppen voor jou. Ja. Oh, dit is niet leuk. jij moet hem zoeken. Moet ik hem zoeken? Ja. Nou, dan moet ik maar naar boven komen dan. Oh, wat onhandig helemaal met mijn pak zo. Ja, heel handig. Jongen. En zo komt. Maatje. Stralos. Maatje. Het regen. Waar is Maatje? Nee. Hey, Maatje. Zo, het ruikt hier ook naar poep, hè? Hoe is het met Maatje? Nee. Nee? Gaat alles goed? Hoe is het pietelen? Jongen. Milana doet de koprol, Luciano komt met de hoofd tegen de muur. Wie is daar? Wie is dat? Je maatje! Jawel, dat is toch Maatje? Nee. Maatje! Nee. Zeg maar Maatje. Nee. Enzo? Nee. Is het niet Enzo? Nee. Nee?
Nee, je bent toch Enzo? Nee, ja, maatje. Krijg ik een knuffel van jou? Nee. Nee? Kan je alleen maar nee zeggen? Nee. Ik weet nog niet of hij op het punt staat om te lachen of om te huilen. Lachen toch? Je moet lachen toch? Zo helpt hij. Zo helpt hij ook altijd en lacht hij ook. Ja, echt hè. Oei, oei, oei. Ik ben toch maatje van jou? Nee. Jawel. Maatje! Ja, ja, hij is maatje. Maatje, maatje. Maatje, maatje. Kom maar, ga maar knuffelen, maatje. Maatje. Ja, wat zie je daarboven? Dat weet ik niet. Dat is toch een toren? Tractor. Ja, een tractor. Hij heeft daar een tractorkalender bij zijn bed. Ik wil hem even wow. Zullen we naar beneden gaan? Ja. Ja, ben je mijn maatje? Ja, maatje. Kijk daar boekje. Daar. Nou, hij praat zoveel, dat is ongelofelijk. Stap voor stap tellen tot 100. Tot 100. Zo, elke dag even een tel erbij. Hij heeft een boek van. Kijk daar. Hij heeft ook een eigen boek. Visjes, ja. Visjes. Nog één. Nog één visje, hè? Ik heb nog één. Wat doet de kip? Weet je niet. Tok, tok, tok. Tok, tok. Tok, 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 tok. Kijk daar. Oh. Wat is dit? Hij is daar. Hij is daar. Ga maar lopen, zet ik je neer, ja? Wat dacht de auto? Weet je niet. Weet je hem mee? Moet ik die meenemen? Ja. En zo, hij heeft ook een eigen boek. Zo, leg je hem weer terug. Heeft hij toch niet door. Hij is het alweer vergeten straks. Ja. Hey, Milana. Zijn we op jouw kamer? Doe ik even het licht aan. Oh, mooie sterrenhemel heb jij. Oh, wat heb jij voor mooi dekbed? Van wie is dat? Jou. Kijk eens even wat voor mooi dekbed ze heeft. Knolpower logo. Wat mooi. Gaaf hoor. Kom, gaan we naar beneden. Doe ik even normale kleren aan. Zal ik even helpen? Want jij hebt nog een kaartje aan je shirt hangen. Draai hem maar om. 1, 2. Ja. Zo. Ja. Hij is eraf. Auw, zei ze. Kijk, weet je wat hier staat? Nee, ik ben niet meer. Ja, staat Milana. Wow, dat weet ze gewoon, hè? Oh, echt, staat echt Milana. Zo, ze wist gewoon dat dat Milana stond. Kijk, staat mayonaise. Oh, Majoral. 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 Loop ik naar buiten. Wie zie ik in één keer rijden? Gio. Je lekker aan het rijden, jongen. Nou, gas erop. Oei, joh. Oh, hij sprong gewoon die drempel op. Wat de hek. Kinderen kennen ook geen angst, hoor. Dat is niet normaal. Oké, ik ga eventjes camera's uit de auto halen. Ga ik die even op de twee Lamborghinis plakken. Namelijk op deze. En ook op die van Luciano die buiten staat. En dan gaan we eens even een wedstrijdje doen. Kijken welke bestuurbare auto harder gaat. Dat bedoel ik. Geniaal, hij maakt gewoon een jumpy op dit kleine drempeltje. Oké, ik heb deze klaar zoals jullie zien. De camera zit erop. Dus even deze uit de auto tillen. Zo, ik ben benieuwd wat Luciano hiervan vindt. Deze heb ik ook helemaal klaargemaakt met de camera. Dus ja, de wedstrijd kan zo beginnen. Ik ga jij in de groene? Ja. Hey, Luciano, kijk eens wat we hebben meegenomen. Kom eens kijken. Nou. We hebben een cadeautje voor jou. We hebben een cadeautje voor jou. Kijk eens. Oh. Nee. Wow. Dit is een Lambo. Kijk. Deze hebben raceauto's ook. Kijk, een gordeltje. Kijk, zit je goed vast? Je mag die opdrukken. Ja, dat moet drukken. Wow. Kant, aan de kant. Oké, aan de kant. Wow. Kom maar, ik wil je even naar de weg. Gaan jullie een wedstrijdje doen? Hij gaat niet meer harder. Hij heeft gewoon niet goed opgeladen. Nee, heeft hij niet goed opgeladen? Nu kan het passen. Gas! Hij is een DJ geworden. Vol gas! Hey, gas erop! Kom op, Luciano, harder! 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 Hij is helemaal gefocust. Sneller, ik pak je, ik ga je pakken. Marion pakken. Vind je het leuk? Ga maar eronder door. Wow! Ga je ook bij mij eronder door? Wow! Laten we met z'n allen hier zo staan met de benen. Luciano, kom maar eronder door. Nee. Allemaal, bij ons allemaal eronder door. Mukken, gas geven. Wow! Hey!
Kijk, we rijden hier een stoepje af. Hij is een kwijlen, jongen. Ja, hij is helemaal in de focus. Ja, wel jammer dat die groene blijkbaar niet helemaal goed heeft kunnen opladen. Ik weet ook niet wat er mis mee is. Ik denk gewoon de verkeerde lader. Ja, anders was het leuk geweest om met deze te racen, maar helaas. Hij doet het maar heel zachtjes. De lader zat achterin in de kofferbak. Kijk, en deze kofferbak. Hij doet het niet. Kofferbak. Maar ja, wat zit daarin? Kijk, de andere lader. Oh, smintjes. Wow, ga je er onderdoor? Oh, oh, wow. Volgens mij vindt hij het helemaal geweldig. In een roze Yaris. Hij parkeert hem hier even netjes. Zo, uit. Zo, uit. Ben je klaar? Uit. Uit. De gordel af? Nee, die jij hier op stukje aanzetten. Ja, die kan je verder niet aanzetten. Dat is dit. Wow. Zou ik nog een roos geven aan Miron? Oh, ik zou nog een roos geven aan Miron. Wow, dankjewel. Wow, die ga ik aan Myron geven. Vind je dat mooi, jongen? Kijk, daar leeg. Oh, jij fietswerk doen. Wat wil je dat ik doe? Jij fietswerk doen. De fiets weg doen? Ja hoor. Toen maar, de fiets is weg. Nou, ik laat Luciano gewoon alleen. Ik ben heel erg benieuwd of hij straks schade heeft aan de auto. Of dat hij hem heel houdt. Ik heb echt geen idee. Misschien horen we straks in één keer boom. Maar ik heb hier nog iets wat ik aan Myron wil geven. Wat ik beloofd heb aan Myron. Ja. Heb je dit uitgelegd of niet? Nee. Ik heb nog nooit een roos van Enzo gehad. En in Sims gaf hij mij in één keer een roos. En toen stuurde Samantha van, morgen krijg je in één keer een roos. En nu heeft Samantha sowieso nee, die heb ik gekocht. Aan jou gegeven. Nee hoor, die heb ik geregeld. En deze telt half. Oké. Okay. Dankjewel Samantha. Dankjewel. Kijk wat Milana kon brengen. Mooi hoor, Milana. Knap hoor. Erbij. Nieuwe profielfoto. Wauw. Niet eten. Wat doe je? Ja, nu heb je vieze smaak in je mond. Dit geeft af. Die Lala moet er weer op bijten. Jongen. Hey, maatje. Kom maar, jongen. Kijk dan, hij kan sturen, hoor. Kijk dan, hij kan sturen, die man. Kijk hem gefocust zijn, hè. Echt super schattig. Hij is helemaal gefocust. Hij kijkt gewoon een beetje boos. Hoppa! Nou, hij vindt het in ieder geval leuk. Hey jongens, kijk eens wat ik heb meegenomen. Wie is dit? Dat is Hans. Vang hem. Oh, pas op die auto's, hè. Oké, okay, nu zit ik in de echte grote Lamborghini Urus. Hey, maatje! Hij stopt niet met gas geven. Achteruit, doe maar achteruit. Goed zo, maatje. We hebben dezelfde auto, hè. Alleen een andere kleur. Gas geven, Luciano. Reffen. Wat moet ik doen? Reffen. Reffen? Nu jij reffen. Zo, ben je ook aan het reffen. Hij is helemaal gefocust, hè? Geluid als die van jou. Hij is leeg. Nee, is hij leeg? Nee, hij heeft vleugeldeuren. Ze zijn allebei leeg. Ja, dus jij hebt wel vleugeldeuren. Ja, ik er niet. Let's go, Myron! Woo! Kijk, hier gaan. Woehoe! Ga niet zo hard, hè? Maar het is wel lekker. Ik denk dat ik zwaar ben, denk ik. Ik denk als die jongen. Net ging de scooter achter me aan, reed 45. Echt? Wow, kan die zo hard? Ja, ja. Even. Ja, is goed. Dikke rem. Oh, joh. Wat die banden, joh. Dat is helemaal niet goed hard. Ja, die banden moeten opgepompt worden, dan kan je op twee wielen rijden, dat is leuk. Ik doe altijd hier, ga ik hier opstaan. Dan moet je eens proberen, Enzo. Zie, gaat beter. Dat gaat al beter. Tips van Gio. Dan doe ik altijd wielen. Ja. Mooi, Gio. Wat mag jij weer? Ik moet hem houden. Ja, dat is wel goed. Hij lijkt een katje. Maar hij heeft een helm op, dat voelt hij niet. Ik denk dat het meer pijn deed aan mijn hand die helemaal rood is dan aan Gio's hoofd. Doe doe bij hem, hij lijkt een katje. Zie je zo op de foto's. Benny, ga jij er eens op. Ga je wheelie doen ook? Nee, geen wheelie. Waarom heb je maar één hand gedaan? Doe voor de squag, mijn brother.
Ja, niemand begrijpt dat ooit. Hoe werkt dit ding? Gewoon gas geven met je duim. Oh, gewoon deze, ja. Waarom ziet het er zo grappig uit als Benny erop zit? Oké, als hij langskomt, straks gaan we met z'n allen zo Benny, Benny, ja? Oké. Benny, 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 Benny. Waar zijn jullie? Thijs. Oké, Damien gaat er gooien terwijl Thijs gaat rijden. Oh, bijna Hans, bijna. Hij is helemaal trots, hè? Helemaal trots. Hij houdt hem ook in de lucht. Helemaal trots. Ja, dan pikt je motor. Wat is dit nou? Wie zit er op mijn motor? Ik. Zit jij op mijn motor? Ja. Zo, wat een mooi geluid. Vind je dat cool, motor? Nee. Oh, nee. Geniaal. Dat kleine kwartje is ook echt geniaal. Wat de heck? Hey yo! Hey yo! Ja ja! Dit is zo leuk. Geniaal, hè? Ja, is echt leuk, hè? Als hij net even wat meer pakken, ja, dan had ik hem echt langer kunnen doorzetten. Precies. Neem jou mee! Neem jou mee! Ja! 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 Zal ik hem vangen nu? Hey, gek het. Wow! Mooi, joh! Nou, kom op, Tim! Maar, maar, maar. Jij kan gewoon niet gooien. Doe jij hem gooien? Gooien. Oeps. Ja! Ja! Ik ga met jou in de kat hangen. Ben ik zo hoog in de kat. Komt ie, komt ie. Ja, hij stond er goed. Alsof het niks is. Huh? What the heck? Check dit, let op, hè. Ik ga naar mezelf gooien. Wow, als dat lukt. Wow, ik weet wat je gaat zeggen. Succes, Thijs. Jij bent nog een half uur aan het filmen. Oh, mijn arm doet pijn. Ja, maar de camera is op, man. Batterij. Bro, als dit lukt, hè. What the heck? Hey. Zo, maar het kan lukken. Ik dacht, je gaat tijdens het rijden gooien en dan ontvangen. Oh. Ja, bijna. Gaat hij lukken? Ja, ik vertrouw altijd in hem. Jij? Ja. Oei, joh. Bijna op die hond. Wow, dat is lief. Ik had bijna een hond gekild. Ja, oké. Wow, dat scheelde echt niks. Dat was zo'n stukje naast die hond. Komt je? Hans hier naar Damien. Ik ga hem gooien en dan zegt pas Damien. Damien! What the? What? Holy shit! What? Oh, lekker bro! Lekker! Wow, yo, hey. Hij heeft hem gewoon nog. Wat de heck. Keihard. Yo, jeez. Dat had ik echt niet verwacht. Damn. Die gaat een hinkelbaan maken. Speciaal voor jou, Milana. Even. Ja, en voor Myron zelf. Dat doet ze en ook Samantha, inderdaad. Hè? En Samantha. Voor de dames dus, zeg maar. Het is jouw hoofd. Ja, ik heb sowieso ook dit hinkelstappen zo heb ik ook gedaan, hoor. De basisschool. Oh, Myron die kan dat echt goed, hè? Hoppa. Kijk eens. Hop, winkel, hop, winkel, steek, hop, winkel, twee. Oké, yes! Hoi!
Hey! Oké, Milana gaat even plassen, maar als ze klaar is met plassen en ik mag niet... Ja, ik ga wachten. Ik ga nu. Nee, Milana gaat even plassen en als ze terug is, dan gaat ze mij dit laten zien. Want ze hebben hem helemaal hier gemaakt, van de oprit, helemaal daar naar achter. En ik heb zojuist een nieuwe TikTok opgenomen. Ik weet het, het heeft lang geduurd voordat ik weer een nieuwe TikTok online ging zetten. Maar het is gelukt en ik heb hem gemaakt bij echt een geniale auto. Want ik weet niet of jullie het nummer kennen van Lil Uzi Vert. Dat Corvette, tenminste Lil Uzi Vert zit op de remix van degene die hem heeft gemaakt. Maar ik heb zojuist een nieuwe TikTok gemaakt bij deze Corvette. En het is echt een gruwelijke auto. Het is niet normaal. Hij is helemaal clean, helemaal schoon. En ja, dit zie je niet vaak. Dit zie je zeker niet vaak. Echt een gruwelijke uitvoering. En hier de achterkant ook helemaal carbon. En deze lippen achter helemaal carbon. Ja, en het logo, je ziet het hier ook. Corvette. Dat logo ziet er echt heel nice uit. Dus ik zou zeggen, mocht je me nog niet volgen of gezien hebben op TikTok, dan check even TikTok in de beschrijving. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Je hebt wel heel snel geplast trouwens. Nou, ik ga jou volgen. Het is echt super warm. Het is super warm, hè? Nou, daar gaan we. 2, 1, 2, 1, 2. Hoppa! Oh, er komt de auto aan. Even pauze. Even onthouden waar je bent gebleven. Gaan we naar achter. Zo, een Tesla met een aanhanger. Huh? Hup, hup. Kijk eens even. Links en dan rechts. En dan links, rechts. Want dat is de truc hierbij, hè? Je moet elke keer een andere been doen. Rechter. Linker, rechter, linker. Kom op, Milana. We zijn er bijna. En links, en rechts, en links, en rechts, en links, en rechts. Ik ben kapot. Milana, die heeft gewoon geskipt. Wat doe je nou, Milana? Hey, wat staat hier nou dan? Benny! Hey, daar ben jij, Benny! Ging niet al. Oh, wat een heerlijk weer, mensen. Niet normaal. Dat geluid blijft ook zo bizar, hè? Hey, Don ook. Ja, Carspotter. Even meneer. Ja, Carspotter. Wil me volgen? Het Enzo dagelijkse auto's. Nou, misschien dat ik like alsjeblieft, als je alsjeblieft. Bent. Ik ga je taggen. Dan like ik misschien. Like, hè. Zo gaat dat ook altijd met die autospotters en zo. Geniaal hoor. Shoutout naar alle autospotters. Altijd gruwelijke plaatjes online en alles. Hoi, hoi, hoi. Hey, Virginio! Matje! Alles goed? Ja. Zo, hebben we een box. Zo, hoe gaat het met je oog? Goed. Gaat het goed? Het is nog een beetje blauw, hè? Maar ik voel niks. Oh, mooi zo. Nou, goed je weer te zien, man. Wow, wat ver. Wow, yo, vet, man. Alles goed, maat? Ja, lekker, man. Lekker. Galit. Ja. Ik denk dat als iemand het record kan verbreken van die boksbal, dan is het Damien. Oh, nee, joh. Jawel. Ja. Kijk hoe lang en groot hij is. Ja. Bam. Zullen we gaan testen? Yeah, let's go, Damien. Wie is er van Benny? Oh. Yes, yes. Je kan van Benny af. Ik kan van Benny afkomen. Dit is mijn moment. Oké, Don, doe ook mee. Ja, maar ook niet normaal. Hier hebben we weer de boksbal. En zoals Samantha net zei, degene die het laag slaat, is de Benny. Degene die het laag slaat, moet het zwemmen in het water. Water? Water. In het water. In het water. Wie het laagst slaat, springt daar in het water. Elk persoon mag 3 keer slaan. En daar komt de hoogste score uit. En dan mag iedereen dat doen. En dan gaan we kijken wie de Benny is. Ja. Ga jij als eerst? Ja. Doen we echt dat iemand het water in moet? De laatste met de laagste score is ja, de Benny. Ja, dat ben ik sowieso. Dan kan ik nou ineens goed het water in. Nee, nee. Nee, hoezo? Gewoon met kleren aan in het zwembad. Ja, met kleren aan het zwembad. Dat ben ik sowieso. Oké, doe je ook mee? Nee, want dan ben ik de Benny. Nee, dan ben je de Jenny. Oké, mijn score moet dan overtroffen worden, ja? Oké, dan gaat mij wel als eerst. Ja. Jij staat ook als een gast. Oh, ik raak het niet. Nog 3 keer, en nog 3 keer. De eerste score is 577. Ik raak het niet goed. Zo! Hoppakee, 743. Oké, de derde. De laatste. Goed met je lichaam draaien. Hoppa! Is deze? Oh, meer dan 743? Oh! Zo knap! Alweer! Schat, ik ben super trots. Ga, Benny! Oké. Wow! Hij loopt ook zo weg. Ja, ja. Pas op, ik heb daar goed gevecht. Ja. Oké. Oh! Onthoud, 887. Onthoud ook. Zo! Gast, hij hoeft niet kapot. Nee, het lijkt zo, maar het is niet zo. Shahid heeft 887. Hij kan het nu nog verbreken met de laatste hit. Oké, okay, kom op. Ja, goed.
887, dat is je hoogste. Ja, dat is hoog hoor, 887, maar... Ja, jij weet al, boef. Nu komt Damien. Zo betaal je wegenbelasting. Weet je intussen dag. Wow, wat lullig, Don. Don komt straks nog. Huh? Oh joh, jij staat zo. Je staat met die onderkant. Gaat om de power. Oh, even kijken. 827. Oké. Okay. Dan ga ik heel hard slaan. Kom op, Damien, kom op. Oeh, deze was hard, toch? Sla je met dit. Nee, met hier, die binnen. 845. Shahid staat nog bovenaan met 887. Damien, zet hem op, hè. Boom, jong! Even kijken wat hier gebeurt. Nummer 2 is geworden. De laatste. Tot nu toe ben jij de Benny. 843. Thijs, ben je er klaar voor? Kijk naar jou, Thijs. Ik ben klaar met dit. Oké, Benny, oké. Hij wordt een beetje verlegen. Oké. We gaan wel langzaam. Oh my god. We got a new Benny. Ik sla gewoon harder. Oké, daar gaat Thijs voor de tweede. Intimiderend. Oh, ik raak hem niet meer, man. Wat is deze, man? Oh. Eén kans. Nog één kans. Hallo. Je mag helemaal geen spelen meer. Kom op, Thijs. Nog één poging, oké? Okay? Hebben we daar gewoon geen nieuwe band? Ja, dit was mijn kans. Dit is je kans. Kom op, maat. Kom op. Noël, denk ik. Ja. Nee. Geen volgen. Heb je goed gevoel? Nee. Hey! Oei. Ik zeg gewoon serieus beter. Nee, wat ze zeggen. Les best. Hé, ik moet ook nog. Oh ja. Ja, klopt. Dan hoef ik nog niet met water in. Oké, daar gaat Don. Slaat weer raar. Oh, gast. Je kan ook. Zes sneakers. Hij slaat ook hard, hoor. Ja, hij slaat hard. Hoi. Wow, lekker man. Ik wil wel nog verbeteren, ja? 827. Je staat bijna op de eerste plek, hè? Zo, dit is een goede beuker, hoor. Lekker, maat. Zo. Een mooie tweede plaats hoor nu. Ja, wie had dat gedacht? Don op de tweede plaats. Ah, ja. Oh, raak ik onder. Ja, die hoor. Wat was mijn hoogste? 68. Ja. Deze telt. Zal ik deze eruit knippen? Ja. Oké, editor, laat deze erin. Hey, de laagste man. Hey, dus de laagste. Dat telt. Wie de laagste had? Nou, 500. Nou, bal je vuist vanuit de heup en mooie draai. Kijk, die klonk stevig man. Die gast is snel uit. Kijk. Wow. Dit is ook gewoon je eerste keer. Maar jij hebt een goede techniek, want je draait heel erg vanuit je heup. Ja, ik draai heel erg zo. Dat is voor je kracht heel belangrijk. Ja, mijn hoogste is 9,16 hè, op deze. Nou, komt-ie. Nummer 2, vanuit de heup weer. Kijk die outfit. Met wie heb jij ruzie dan? Net geen 900 denk ik. Oké, 901, derde keer. Nou, je hebt sowieso, je hebt gewoon de eerste, tweede en derde plek als je zo doorgaat. Nee, dit wordt hem niet, denk ik, man. Nou, wat? Grapje. Wow, je hebt gewoon de eerste, tweede en derde plek, ouwe. Wie gaat er zwemmen? Wie gaat zwemmen? Hé, maar hadden we gezegd met of zonder kleren? Met kleren, hè. Nou, let's go. Dat is wel hard, hoor. Ik ga nog een keer. En zo. Hoe correct is dit ding? Nee. Op mijn gevoel slaat hij wel harder. Nou, zo, kijk eens even. Hier, dit is... Ja, dit voelt echt harder eigenlijk, maar je weet het niet. Oh mijn god. Hoi. Gewaagd. Maar als jij 6,43... Laten we indraaien doen dan. Ja, laat hem ook eens er even dan. Doe vanuit je heup. Gooi je lichaamsgewicht ermee in. Hey, als maar een Het is wel beter. Het is wel beter hoor. Ja. Het is wel veel beter. Ja. Gelijk nog een keer. 800 moet je wel halen, ja? Zie ik helemaal. Dat is goed. En wat wordt het? 800 moet je makkelijk kunnen rennen. Ik ben boos omdat hij weer de Benny is. Ja. Kijk. Ja, dit is wel een upgrade, ouwe. Dit is een 850 was het. Ineens ben ik geen Benny meer. Deze wordt wel leuk. Nou. Hoi! Ik moet nu die 29. Nee,
21. Nou, terug. Oké, Benny. Yes, yes. Ja, inderdaad, je moet zwembad in. Ai, ai, ai. Hij beslaat bijna de camera. Oh my god. Het is hier echt zo warm. Ja. Ja, hij moet nu zaten. Ja, hij moet nu zaten. Het zwembad zit een beetje vol. Nog steeds de Benny! Hey! Lekker maatje. Ja, weet je, kijk, ik heb al verloren en dat is jammer, maar kijk, ik ben nog steeds de Benny. Nou, dat is natuurlijk wel het meest fijn van alles. Komt goed, maatje, komt goed. Was het lekker, het water? Ja, het was wel lekker warm. Ik ben wel blij dat het een beetje warm was. Ga je nog een duik nemen? Oh, nou, hopen dat het warm. Zo, het zwembad zit zo vol, dat is niet normaal. Ja, ik weet niet hoe het over is. Nou, wel ziek dat Thijs, ik bedoel, Benny het gewoon heeft gedaan, hè mensen? Wauw. Man van zijn woord, dat sowieso. Oké, ik ga me even weer omkleden. Ik ga namelijk eventjes mijn motorkleding aandoen. En dan krijgt Thijs mijn outfitje aan. En dit ga ik ooit nog verbreken, mensen. Thijs, die heeft verloren. Maar Shahid, die heeft 921 was het geslagen. Ja, hoor. Yes. Swipe op. Dus ik ga dit ooit nog een keertje verslaan, mensen. Die 921 van Shahid. Ik kom terug. Maar voor nu, even balen. Ik had het record van 916, maar... Ai, 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 ai. Zo dames en heren, ik ben weer thuisgekomen en ik heb weer heerlijk een ritje gemaakt. Het was echt fantastisch. Wel een beetje fris nu, zo net voor 9 uur. Maar toch weer veilig thuisgekomen, dat is ook belangrijk. Dus bedankt allemaal weer voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat nou alsjeblieft even hier beneden. Het is gratis. Ik zie jullie morgen graag bij een gloednieuw vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!